Via de social media kwam de vraag binnen: hoe kan het toch dat ik mensen zo moeilijk aankijk? Deze vraag bracht ons naar de Universiteit van Utrecht, naar professor Chantal Kemner, die onderzoek doet naar detailwaarneming. Nou, ik wil eigenlijk weten waarom mensen met autisme zo goed zijn in detailwaarneming. Omdat ik denk dat dat waarnemen van details niet een klein aspectje is van autisme, maar wel eens aan de basis zou kunnen leggen van heel veel andere problemen. Bijvoorbeeld het probleem in het verwerken van gezichtsinformatie. Nou, wij zijn vooral geïnteresseerd in de werking van de hersenen en dan vooral de manier waarop de hersenen visuele prikkels verwerken. En dus als je iets ziet, dan komt het natuurlijk binnen door de ogen, dat gaat binnen door de hersenen en dat komt aan de achterkant van het hoofd, in de visuele hersenschors. En in die visuele hersenschors wordt die informatie verwerkt, maar op een heel speciale manier, niet alles in één klap, maar eerst kleine stukjes daarvan. En de informatie wordt dan doorgestuurd en op het einde kan je hele complexe dingen begrijpen. Dus op het einde ben je in staat om een heel gezicht te zien en te kunnen interpreteren. Maar dat begint met kleine stukjes. En ik denk dat die kleine stukjes juist de details zijn waar mensen met autisme over struikelen. We weten al dat er een gevoeligheid is voor details. En wij denken dat mensen met autisme details sterker verwerken en dat dat interfereert met het verwerken van globale informatie. Dus als je naar een gezicht kijkt, als je naar iemand met iemand praat bijvoorbeeld, dan kijk je niet naar de details. Je gaat niet kijken hoe iemand zijn wenkbrauw heeft staan of hoe zijn tanden in zijn mond zitten. Je ziet in één keer of iemand lacht of niet, geen aandacht heeft. En als je te veel op de details let, dan zorgt dat er misschien voor dat je niet in één keer die belangrijke informatie te pakken krijgt. En daarmee dus minder goed in staat bent om te snappen wat de ander uitzendt. Tijdens het onderzoek kijken proefpersonen met en zonder autisme naar streepjespatronen. Vervolgens wordt in de hersenen gemeten hoe die signalen worden verwerkt en waar de verschillen zitten. Ja, nou, we beginnen eigenlijk heel simpel. Wat we doen, we laten mensen allerlei soorten streepjespatronen zijn. Dat die streepjespatronen, dat zijn nou juist het soort prikkels wat aan het begin van de visuele verwerking heel belangrijk is. En dan gaan we kijken hoe die verwerkt worden en wat er dan anders gaat in autisme dan ja, in mensen zonder autisme. En dat doen we in volwassenen, maar ook in schoolkinderen met autisme. En we zijn recent begonnen met onderzoek bij baby's, omdat we denken dat wat je ziet in ouderen mensen en oudere kinderen, dat het gevolg is van een heel ontwikkelingstraject. En als je echt wil snappen wat er nou misgaat in de detailverwerking en hoe dat een effect heeft op het gezicht kunnen verwerken, dan moet je heel jong beginnen. Ja, dat is heel moeilijk. Baby's zijn natuurlijk sowieso lastig, want je kan ze niet instrueren en ze zijn de hele tijd moe en ze hebben honger. En als ze moeder zien, willen ze veel liever naar hun moeder dan in ons onderzoek zitten. Maar het kan wel. Veel geduld en niet te lange taken. En een tweede aspect wat moeilijk is natuurlijk dat je kan een baby nog niet zien of die later autisme gaat krijgen. Dus wat we doen op dit moment is onderzoek doen bij kinderen, bij baby's die een broertje of zusje hebben die autistisch is. En dan weten we dat er een wat verhoogde kans is dat die baby ook autisme krijgt. Dus op die manier vervolgen we kinderen een aantal jaar en dan kunnen we later, met een jaar of twee, drie, kijken of dat kind inderdaad autisme heeft gekregen en dan met terugwerkende kracht zien wat er nou in die babytijd anders is gegaan. Maar dat is lastig en dat vraagt heel veel ook van ouders en van kinderen. Maar het is wel essentieel om uiteindelijk te snappen wat er nou gebeurt in die baby's en in die ouderen, in die kinderen. Veel mensen met autisme onthouden slecht gezichten omdat ze te veel details waarnemen. Dat kan leiden tot sociale onhandigheid. Professor Kemner hoopt dat het onderzoek kan bijdragen aan verlichting van deze sociale problemen. Ik ben er zeer van overtuigd dat om mensen met autisme goed te kunnen helpen, dat je eerst moet snappen wat er aan de basis ligt van hun problemen. Je ziet mensen met autisme begroot sociale problemen. Dan kan je meteen op die sociale problemen stappen, maar als er iets aan de basis iets anders ligt, namelijk een heel bazaal probleem in het verwerken van prikkels, is het misschien veel effectiever om daarop in te springen. Zeker bij jonge kinderen. Dus wat ik hoop is als we beter snappen wat nou de echte oorzaak is, dat we ook uiteindelijk beter kunnen behandelen. Een van de dingen waar we aan denken, waar we wel eens
wat onderzoek naar hebben gedaan. Dus het trainen bijvoorbeeld. Als je op een gegeven moment ziet dat mensen met autisme te veel op details letten en te weinig daardoor de globale informatie kunnen krijgen, zou je kunnen proberen om dat letten op globale informatie te trainen. We weten, we hebben daar wel wat studies naar gedaan, dat dat in volwassenen kan. Maar nou, dat zou je dus moeten uitwerken en kijken of dat in jongere kinderen ook zou kunnen. Geen reden om aan te nemen dat het niet zo is. Maar dat zou een manier zijn waarop je dan aan het begin al kan inspringen en ervoor kan zorgen dat die ontwikkeling, bijvoorbeeld van het gezichtsverwerken, dat dat minder grote problemen geeft.